Goedemorgen, kijk naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl. Het was een koude nacht. Temperaturen zijn gedaald plaatselijk tot rond 2 à 3 graden en aan de grond tot plus 1. Ik heb nog geen metingen gezien die onder nul waren, maar wel een koude nacht dus met ook plaatselijk dichte mistbanken. De nevel en mist lossen in de loop van de ochtend op en dan hebben we in het zuidoosten en in het noorden een paar wolkenvelden vanochtend, maar ook al af en toe zon en in de rest van het land schijnt de zon flink. Vanmiddag dan wat meer stapelwolken, maar de zon blijft van de partij en blijft ook droog. Weinig wind, 15 à 16 graden. Vanavond lossen de stapelwolken geleidelijk weer op, alleen aan zee blijft nog af en toe wat bewolking aanwezig. Halverwege de avond is het 11 graden en in de loop van de nacht daalt het kwik weer tot plaatselijk 5 graden. Morgen overdag hebben we meer zon dan vandaag, flinke zonnige periode en de kans op mist vroeg in de ochtend is kleiner. Alleen in het noorden drijven af en toe een paar wolken van zee binnen. Maandag en dinsdag blijft het droog weer met flinke zonnige perioden en slechts enkele wolken. En Dat geldt ook voor woensdag, donderdag en waarschijnlijk ook vrijdag. De hele week dus droog en vrij zonnig weer met temperaturen smiddags van 16 naar 17, enkele keer 18 graden. Ik wens u een goed weekend. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.